Hij staat klaar met zijn rode knop. We gaan met z'n tweeën drukken. Rob, het thuisfront is gewaarschuwd, zou ik maar zeggen. Ja, oké, kom maar. Het is de draadloze knop, showbiz. Leg maar daar niks. Bluetooth. Wie is blauwe tand? Bluetooth. Oké. Drie. Dat doe jij maar gewoon. Okay. Ik sta erbij. Nee, we doen het. Let op met de confetti. Niet in mijn gezicht, hè. Omhoog. Dat ze hebben... Hey, dat... Niet op mijn mikken. Niet op mijn gezicht. Jij ook niet. Nee, ik pak de fotograaf. De Radio Ring 2024. De stembussen gaan open na 3, 2, 1. Via radioring.nl. Dat is de website waarop je stem kan uitbrengen. En dat is in 2 rondes, moest ik er nog bij zeggen. Dat, gaat niet. Gaat hij niet? Pas dan op. Geef mij even, dan kan ik. Heb je deze van Winston gekregen? Ja, dat klopt. Dus die moet je even in iemand gezicht. Straks, moet je als je erin kijkt, gaat hij af. Ja. De eerste stemronde, die is tot en met 18 januari. Is belangrijk om te zeggen. Gaat namelijk de tweede ronde open. Daarna is het een shortlist weer. Eerst tot 18 januari. Ja, dus als je de beste radiopresentator die je vindt, radioring.nl, beste radioprogramma, radioring.nl. Breng nu je stem uit en dan weet je op 25 januari wie de winnaar is. Wauw. Ja, en dan kun je meekijken via het YouTube-kanaal van Avatros. Vorig jaar kon je niet meekijken, kan nu wel. En wat leuk is, iedereen maakt een kans, want wij doen niet mee. Hey. Ik was maar een grap. En zal ik ook nog champagne doen? Of is het zelf doen? Oké, dan gaat hij. 1, 2. Champagne, mensen! Dat is jammer. Jullie hebben bij het Alpen nog wel eens vaker champagne, geloof ik. Ja, gooi. Dus, jawel. Tafel kunnen wij vroeg naar huis. Dankjewel voor je bijdrage. Alle info kun je natuurlijk ook teruglezen op de website van de Radioring. Radioring.nl. Het gaat om de verkiezing van 2024. Robje, heel veel plezier. Ja, ik ga deze fles. Zal ik hem gewoon in mijn eentje achterover kloppen? Ja, ik loop wel even mee, joh. Voor mij heb je morgenochtend weer een programma. Dus ik zou rustig gaan doen. Radio 10.